Het nieuws in 1 minuut. De ongeneeslijke zieke basisschoolleerling Abiram uit Almelo is afgelopen dinsdag overleden. De 8-jarige Abiram kwam in januari veelvuldig in het nieuws. Hij had een hersentumor en dreigde met zijn moeder uitgezet te worden naar Sri Lanka. In Enschede konden werklozen gisteravond in contact komen met mensen die wel een baan hebben en die als buddy voor ze kunnen gaan functioneren. Het doel van het project Bak Energie is om werkzoekenden op die manier meer bij de maatschappij te betrekken. Voorlopig worden geen landbouwontwikkelingsgebieden of zogenaamde LOGs geschrapt in Overijssel. De provinciale politiek wil eerst aanvullend onderzoek. Uit een evaluatie blijkt dat er te veel LOGs zijn. Door de extreme groei van waterplanten kunnen er deze zomer waarschijnlijk geen zeilwedstrijden gehouden worden op de Belterwieder bij Wanneperveen. De plantjes groeien harder omdat het water de afgelopen jaren schoner is geworden.